Dus aan de wakker zit dan als hij een veertje. In de culinaire wereld van Suriname komen er steeds meer pastry chefs bij. Dit ligt aan het feit dat de klanten niet meer de standaard gebakjes willen, maar meer variatie qua smaken en vormen. Derek Beeldsnijder van Huishuid Overheidsvoorlichter heeft deze vraag omgezet in een succesvolle business. Kunt u zich even voorstellen? Mijn naam is Derek Beeldsnijder. Ik ben eigenaar van Bailey's Pastry. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Oké, en wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag een vanillecake bakken. En de bedoeling is dat we daar een hele mooie taart van gaan maken. Maar zoals je ziet, we hebben de ingrediënten al bij elkaar gezet. Dus de boter, de suiker, de essence zijn al in, bij elkaar. We gaan het zo meteen mixen en dan komen langzaam de eieren. En als we helemaal klaar zijn, komen de bloemen bij kijken. En de bloem is natuurlijk al een rijzingmiddel erin. Dus dat gaat makkelijk. Zullen we beginnen? Ons cakebeslag is af, we gaan hem nu afbakken. Maar natuurlijk is het belangrijk in een bedrijf dat de cakes altijd hetzelfde gewicht hebben. De klant wil altijd hetzelfde hebben. Dus wordt elke cake afgewogen. Afhankelijk van de diameter van de blik, van zo'n blik, gaat er een bepaalde hoeveelheid beslag in. Dus dat gaan we nu doen. Gewoon goed afwegen. Deze gaat ongeveer een kilo wegen. Het gaat een kilo wegen. Deze is ongeveer iets kleiner. Deze gaat 400 gram wegen. Oeps. Too much. Maar zelf heb je krabber voor me? Een rode liefst. Huh? Ja, ik kan hem katten. Oh ja, dit is mijn zoon Marcel. Die helpt me in de bakkerij. Dit is natuurlijk weer een andere vorm. Dit wordt voor een Mickey Mouse daar. Ik weet Mickey Mouse heeft zo'n... Want wat ik nog niet erbij heb verteld is dat we heel veel specialty cakes maken. Dus thematarten die allerlei vormen moeten hebben. Dat is nu veel gevraagd. Hè? Veel gevraagd, ja. Dus dat doen we nu heel veel. Vereist dat wel heel veel creativiteit. Ja, dus je moet ook een beetje de trends volgen hè, die er zijn. We gaan deze taart, er is beslag over, aangezien deze taart voor straks is.
Ah, dan krijgt deze een beetje iets meer. Helemaal niet erg. Ja, deze klant gaat lachen. Ik ga deze ook een beetje extra geven. Oké. Gaat Marcel dan nog iets voor ons afpakken zo meteen? Dat was altijd al zo. Ik heb niet bij verteld. Ik heb dit vak geleerd van mijn vader. Die was banketbakker. Had zijn opleiding in het buitenland gedaan. Dus ik ben opgegroeid in de bakkerij. Ja. En ik moet zeggen, ik weet niet of ik het moet vertellen, maar ik heb 20 jaar gewerkt bij de overheid. Ik heb journalistiek gestudeerd met als specialisme overheidscommunicatie. Leuk om te doen, het leuk vak, maar de uitdaging waarvoor alle voorlichtingsambtenaren zitten, is het gebrek aan budget en allerlei dingen, omstandigheden. En ik had, na 20 jaar had ik zoiets van, ik wil terug naar wat ik dacht het simpele leven, wat zo keek ik ernaar simpel. Je staat 's morgens op je bakje enzovoorts. En de eerste herinneringen die ik heb als kind is dat je 's morgens opstaat en je ruikt dat die zoete geuren van gebak, van bollen, weet je, de cakes enzovoorts. Dus ik verlangde daarna terug. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk in die jaren dat ik in mijn andere vakgebied heb, dit nooit echt heb gelaten. Ik heb altijd wel gebakken voor vrienden, familie en zo. En toen dacht ik, het is nu tijd om dit op te pakken. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik heb ontslag genomen bij de overheid. Ik wilde geen spookambtenaar zijn. Dus ik heb ontslag genomen bij de overheid. En toen ben ik begonnen met mijn bakkerij. Zoals ik uitlegde, ik ben opgegroeid in de banketbakkerij. Dus in een oud ken ik. En ja, we hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven. We leven ook in een crisistijd. Maar daartegenover staat wel dat ik wel als kind ben opgegroeid in een tijd waar er heel veel dingen schaars waren en je creatief moet zijn. Dus die ervaring van toen, die gebruik ik nog steeds. Bijvoorbeeld het maken van zelf je extracten en essences. Het confeten van vruchten. Wat we aan vruchten niet hebben, dat kopen we op. Die vruchten worden geconfeit, ingemaakt enzovoort. En dat gebruiken we ook weer in ons gebak. Het maakt een deel van ons gebak ook wel weer uniek. Dat we gewoon Surinaams fruit gebruiken bij het gebak. Maar is er heel veel vraag naar banket? Oh jawel. Ja. En zeker heel goed banket. Er zijn heel wat mensen nu die bakken. Ik zie dat er steeds meer groei in is. Gewoon in de horeca overal zie je dat jongeren steeds meer interesse voor hebben. Ik zie ook dat er meer respect komt voor het vak. Waardoor jongeren ook eerder geneigd zijn het op te pakken. Er is ook een opleiding nu waar jongeren naartoe kunnen. Dus dat vind ik een fantastische ontwikkeling. Maar wat ook wel zo is, dat de smaak van de ene niet de smaak van de andere is. Isabi toch? Ik bedoel, als je een fiado eet om daarbij te blijven. Je wil het een beetje proeven zoals jouw oma dat maakte. En misschien maak ik het niet zo. En maakt iemand anders het wel zo en omgekeerd. Dus het ligt eraan welke smaak je het meest aanspreekt. Welke offers heeft u moeten brengen om dit bedrijf van de grond te stampen? Of uit de grond te stampen? Veel lange dagen, lange werkdagen, veel slapeloze nachten. It comes with a job. Soms moet je gewoon 's avonds werken in dit vak. Moet je 's avonds bakken. Soms bak je tot 3 uur in de ochtend om de volgende ochtend op tijd te zijn met doorgaan met werken. Maar hele lange dagen om dat bedrijf op poten te krijgen. Om tijd te winnen hebben we van tevoren cakes gebakken en die gaan we zo meteen vullen en afsmeren. Want de cake blijft ongeveer 1 uur in de oven en dan moet het nog 2 tot 3 uur afkoelen.
dat gaat ons de hele dag in beslag nemen. Hier zijn dezelfde cakes die we hebben gebakken, vanillecakes, en die gaan we zo meteen vullen. De klant heeft gevraagd om een lekkere vulling. Het krijgt amaretto crème vulling. En daarna krijgt het icing eromheen. Het eerste wat we doen is de taart open snijden. Bij ons worden de taarten standaard gevuld. En we besprenkelen met een amaretto liqueur. Dit maakt die taart alleen maar lekkerder. Hè? En lekker smeren. We hebben die crème vulling hebben we al gemaakt. Welke vulling is dat? Dit is een amaretto crème vulling. Die hebben we van tevoren ook al gemaakt. En daarmee gaan we de taart vullen. Want u zult zien dat we de twee cakes die we hebben gebakken, die gaan we op elkaar stapelen. Dan krijg je een mooie hoge taart. Dit geeft gewoon een extra smaak aan die taart. Hoor. Ja. Natuurlijk dat je een yamakuku, het is een chinsoppie. Dat is altijd prettig. En dit is dat deel van het ambachtelijke. Kan je niet zeggen hoeveel van die liqueur erin gaat. Dat gaat op basis van mijn vier. Je houdt natuurlijk rekening. Want de ene klant zegt, ik wil niet. Of ik wil niet veel. Of ik wil weinig. En dan, ja, dan doe je dat. Tegenwoordig heb je cake mixen. Cake mixen, het is zoveel gram daarvan en zoveel vocht. Je draait hem, is het ook zoveel afgelopen. Ook de crèmes en de vullingen die zijn tegenwoordig ook zo te halen. Maar nee, ik ga toch wel voor dat ambachtelijke. Ik vind het, dat is voor mij dan de uitdaging. Maar is het een winstgevende onderneming voor u? Voor mij wel, voor mij wel. Met de nodige creativiteit lukt het aardig. Het kan natuurlijk beter, hè, dat je je bedrijf sneller weer ziet groeien. En groeien heeft niet te maken met rijk worden of zo, dat denk ik. Maar gewoon dat je de mogelijkheid hebt om meer mensen een baan aan te bieden. Dat jij niet zoveel in de uitvoering hebt, bent. Maar gewoon met het managen van je bedrijf bezig kan zijn. Ja, nu moet ik toch wel zelf een heleboel doen. Gewoon omdat je, weet je, maar dat is de droom dat je, ik zit op Flora. Ik zit midden in een sociale wijk. Hoe prettig zou ik zijn dat als zelf niet zijn als ik een bedrijfje had en genoeg jongeren die talent hebben een baan zou kunnen aanbieden. Ja, maar ja, het zou wel gebeuren. Het gaat alleen langzamer gebeuren dan ik had gedacht. Van waar haalt u die grondstoffen? Werkt u ook met partners? Er zijn niet echt partners, maar we hebben wel een hele goede samenwerking met lokale bedrijven. Bijvoorbeeld SCF, Suriname Candied Fruits. Ja. Dat is een bedrijf dat fruit, koffie. Daar hebben we heel veel steun aan. Weet je, als ze een nieuw product hebben ontwikkeld, komen ze altijd, hey, wil je dit proberen, wil je net uitproberen, enzovoort. En het ontnemen natuurlijk ook een heleboel stress. Vroeger moest ik zelf op jacht naar ananas, dan moet dat verwerkt worden. Nu kan ik het gewoon bij hun afnemen. En ze hebben allerlei producten die ze tegen een hele goede prijs ook aanbieden.
Dus ik hoef dat ook niet te laten. Ik hoef geen sucade te laten halen enzovoort. Omdat ze dat maken en de prijs is goed. En die ananas die ze verwerken bijvoorbeeld, is ook tegen een hele goede prijs. We werken al jaren, we werken eigenlijk alleen met vetten van... PSH Foods. Okay. We werken eigenlijk alleen met hun vetten. En ze hebben een variëteit aan vetten die heel goed passen bij datgene wat we doen. En het prettige is ook dat als je vastzit met een product, je bent niet tevreden, kun je altijd naar ze toe stappen en zeggen, jongens, dit gebeurt, ik weet niet wat er gebeurt. Dan gaan ze samen met jou in hun lab, want ik heb één laboratorium, met samen in hun laboratorium even kijken van, hé, wat gaat er mis? We gaan verder. Marcel, mag ik die kwast, laten we die kruimels doen. Want wat we nu gaan doen, want het zijn twee cakes op elkaar. En we gaan de randen afsnijden, zodat je een mooie, strakke cake hebt. Ik weet niet wat het laatste woord is. Iedereen in dit vak noemt het carven, carving. Zodat je een mooi level cake hebt. Een lekkere strakke cake hebt. Dan snij je de randen weg. Dan kunnen we hem hebben. Dit is een speciale kwast hoor. Speciaal ontwikkeld voor de bakkerij. Dus aan een kwast dan ga je 40. Ik zeg het omdat mensen dat vaak denken. Maar het zijn speciale kwasten daarvoor. In de banketbakkerij gebruikt worden. Nou, alle kruimels enzovoort die gaan we verwijderen. Want zo meteen gaan we de taart afsmeren met ook een lekkere icing. We gebruiken verschillende icings en crèmes hoor. Je hebt gezien, die is een stuk zachter. Die wat we zo meteen gaan gebruiken is een beetje steviger. En hoeft niet in de koelkast. Het is een recept dat goed bestand is tegen ons klimaat, onze temperatuur. Wat is het verschil tussen fondant en die crèmes die we gebruiken? Fondant is een soort icing, een pasta die uitrolbaar is. Dus je rolt hem uit en dan kun je de taart daarmee bekleden. Is een buitenlands product. Ja, je kunt het ook zelf maken hoor. Maar het is heel veel werk. Arbeidsintensief, het loont de moeite niet. Dus we maken de icings. En over het algemeen vinden de mensen dat ook veel lekkerder. Dus de meeste collega's die dit soort taarten maken, 3D taarten enzovoort, die gebruiken icings. Dus vandaan gebruiken we meer om de details te doen. De taart is afgesmeerd en hij is ready om versierd te worden. Dat gaan we nu doen. U bent dus nu bezig om die taart te versieren, hè? Mm-hmm. Maar hoe ziet het dan van u eruit? Dus als een banketbakker, hoe laat staat u op? Wat moet je allemaal doen als voorbereiding? Mijn dag begint in principe om 4:30. Ik sta op. Je weet, je doet je usual dingen. Je drinkt wat, je doet, je doucht, je drinkt wat, je doet wat je moet doen. En dan begin ik met voorbereidingen voor de bakkerij. Die doe ik meestal thuis. Dus zetsels maken voor het deeg. Degen die gemaakt moeten worden enzovoorts. Die doe ik thuis. En zo rond 5:30 kom ik naar de bakkerij. En dan begint het echte bakproces. Want dan moeten we, misschien zijn er leveringen voor cafeetjes of zo die dag. Niet misschien, die zijn er. En dan doe ik dat. Ondertussen komen de mensen aan.
Hey, mijn zoon komt om 8 uur aan dansen. En dan begint het echte werk. U heeft dus wel voldoening in uw schema, uw dagschema. Ja, want ik ben van nature al vroeg vogel. Omdat je als kind moest je ook altijd vroeg opstaan. Mijn vader had een brood- en banketbakkerij, dus we maakten ook brood en bollen. En dan begon het werk tegen 4 uur in de ochtend. Dus ik ben het al gewend om vroeg op te staan. Dus ik weet nog dat als ambtenaar het voor mij geen probleem was om op 7 uur te beginnen. Maar toch niet bij op of vroeg. Ja, ja. En het prettige is, ik weet niet of je dat ook hebt, maar als je vroeg aankomt, op kantoor is heerlijk. Niemand is daar, geen telefoon, geen minister die je belt en je doet je ding. Mm-hmm. Als u een vergelijking zou moeten maken tussen uw product en die burgerlandse, wat ziet u als verschil? Voor ons is het natuurlijk heel ambachtelijk. Het is echt boter, suiker, bloem, eieren. He, er zitten geen additieven en conserveringsmiddelen in. En dat merk je ook aan de smaak. En natuurlijk als Surinamer gebruik je de Surinaamse invloeden die er zijn. He, heel veel van bijvoorbeeld de hartige dingen die we doen, dan gebruiken we ook de invloeden van de culturen die Suriname rijk is. He, de smaken die de verschillende culturen gebruiken. Dus dat proef je ook wel. Ik ga geen koekje kunnen maken dat 3 jaar op de schappen kan blijven, omdat ik geen conserveringsmiddelen zit. Maar dat betekent wel dat de smaak goed is. Ik denk dat je bijvoorbeeld het verschil wel proeft wanneer je een taart maakt of een koekje maakt met marigold. En wanneer je met gewoon vet maakt. Dus het zit er vooral daarin, het ambachtelijke, de smaak die erin komt zitten. En ja, de flavors die wij in Suriname rijden, maar we hebben heel veel. Mijn vader was de eerste gediplomeerde banketbakker in Suriname. En daarnaast heeft hij zich later voedseltechnologie gaan studeren enzovoort. Dus hence de reden waarom ik experimenteer met smaakstoffen en extracten enzovoort. Maar natuurlijk, dit vak is wel een heel dynamisch vak. Heel veel is veranderd. Toen ik opgroeide in de bakkerij was er geen fondant. En er was ook geen icing. Dus deze dingen maakten we niet. Er was ook geen siliconen, want heel veel, dit is een siliconen mat bijvoorbeeld voor rollen. Maar je hebt ook speciale mallen om dingetjes te maken, als je chocola moet verwerken, wat dan ook. Dan heb je speciale gereedschappen en mallen. En die dingen waren er toen niet. Dus je moet je wel blijven bijscholen. Dus ik doe regelmatig workshops. Als je in het buitenland bent, plan je het zodanig dat je 1 of 2 dagen gebruikt om workshops bij te wonen of een training te doen enzovoort. En er komen ook best wel mensen naar Suriname die een beetje een meerwaarde kunnen geven. En dan doe je dat. En verder zijn er ook nog heel wat andere collega's die andere dingen doen. En als je met elkaar babbelt, dan leer je ook veel van elkaar en met elkaar, weet je. Dus als je iets doet, is het niet zo dat je het allemaal hebt zitten uitdenken. Is dat je gewoon met andere mensen de sociale contacten ook van hen hebt geleerd en omgekeerd. Okay. Bent u ook bereid, of misschien doet u het al, om uw kennis over te dragen aan jongeren? Ja, heb ik vaker gedaan. Doe ik nog. Niet dat ik een klas heb of zo, maar ik doe dat wel. Pas geleden heb ik ook toegezegd aan de Suriname Chef Association dat ik wil helpen om de pastry chefs te trainen. Weet je, in datgene wat ik ken, kunnen ze altijd gebruiken wanneer ze Suriname moeten vertegenwoordigen in het buitenland. Ik vind het een belangrijk ding om te doen. En het zijn hele jonge mensen, dus weet je, je kunt ze vormen, je kunt ze nog vormen, je kunt ze heel veel bijleren. Dus mijn kennis heb ik wel ten dienste gesteld.
Het ondernemen is niet makkelijk. Maar mijn slogan is altijd, tenminste een van ze is altijd geweest. Tough time never less, tough people do. Geef niet op. En als je een droom hebt, gewoon ga ervoor. Kijk in je directe omgeving wie je kan ondersteunen, met wie je overweg kan. Maar geef het niet op. En denk niet van, ik ga het niet kunnen. Probeer het, want dan heb je het tenminste geprobeerd.